Hallo iedereen. Ik was daarnet de video begonnen en mijn eerste woord hallo kwam er al niet goed uit. Dus ik dacht van, ik ga misschien maar gewoon opnieuw beginnen. Ik hoop dat je zelf ook een hele fantastische dag hebt, een hele leuke dag hebt. En dat alles goed met jou gaat. En waarom begin ik daarmee? Omdat uiteindelijk dat is eigenlijk het enige wat we altijd gewoon willen. Dat we een leuke dag hebben, dat we een fijne tijd hebben, dat we genieten van de dingen die we aan het doen zijn, dat we kunnen doen. En bovenal dat we gewoon in elk moment van de dag gewoon onszelf kunnen zijn. Gisterenavond was dat zelfs iets dat mijn zoon eigenlijk plots op een bepaald moment zei: oh, ik wou dat ik gewoon opnieuw weer gewoon mezelf kon zijn. En ik schrok eigenlijk van zijn woorden. En toen ik vroeg van ja, wat gebeurt er? Wat is er dan dat maakte dat je nu jezelf niet kan zijn? Omdat ik mijn kinderen leer en de ruimte geef om dat wel te zien. En ik dacht dat het misschien te maken had met school. Maar dat was het niet. Het ging er net over dat er eigenlijk iets wat hij gezien had op tv of ergens in een film. Dat dit op een of andere manier angst bij hem naar boven bracht. En hij was eigenlijk we hebben er een paar keer over gehad de laatste dagen. Maar het ging er eigenlijk over dat hij niet de manier vond om die gedachten die telkens weer oplopten, net zoals vogels in een boom en dan weer weggaan, dat hij daar geen controle over kon krijgen. Dat hij het gevoel had dat dat iets was die hem bleef overkomen en dat hij dat niet kon veranderen. Ongeacht hoe dat we al gezegd hadden over het feit dat dat niet echt is, en zo verder en zo meer. En toen bedacht ik mij dat eigenlijk hij wel iets heel wijs had gezegd in die zin dat wanneer dat je zoveel kracht geeft aan bepaalde gedachten, dat je eigenlijk jouw kracht en je macht weggeeft. Door het feit dat je die gedachten die erop komen, vaak heel onbewust en de een al wel willekeuriger dan de ander, dat je daar net te veel focus en aandacht en kracht aan geeft, waardoor dat je natuurlijk je inderdaad gaat slecht voelen en nog veel meer in die angst bijvoorbeeld, in dit voorbeeld, in die angst zou gaan zitten. En dat is ook weer het mooie dat ik heb deze week mogen ervaren in het samenwerken met de mensen die het groepstraject volgen. Omdat de meeste mensen die mij volgen of die met mij samenwerken, die resoneren met mijn energie. En toen bedacht ik mij dat eigenlijk elk van die mensen ook tegen dezelfde valkuil aanlopen. Eigenlijk op dezelfde manier zich saboteren. En dat is eigenlijk via hun gedachten. Omdat wanneer je superkrachtig bent en al dan niet de lichtwerker bent, dat maakt zelfs niet uit. Want we dragen allemaal een bepaald licht of een aspect van het licht in ons dat we naar buiten moeten brengen. Maar dus, wat is dat ik mezelf eigenlijk een aantal jaren geleden terug op betrapt heb? Dat ik ergens de overtuiging had opgenomen of een diepe weten of een diep gevoel in mezelf had waarbij ik het als een verplichting ervaarde om alles alleen uit te vogelen, om alles alleen uit te zoeken, om het alleen te doen, omdat ik niet zwak ben en dus ook alles alleen kan doen. Natuurlijk is denken dat je alles alleen altijd kan doen, dat is goed. Want dat laat zien dat je inderdaad krachtig bent en dat je inderdaad gelooft in je eigen kracht. Maar het probleem hiermee is dat je vaak veel dingen lastiger maakt, uitdagender maakt, net omdat je de hulp die er beschikbaar is voor jou en die ook bedoeld is voor jou om te ontvangen, dat je die eigenlijk gewoon wegduwt. En toen dat ik dat ben beginnen bewust van worden, een aantal jaar geleden, ben ik ook mezelf gaan afvragen van, ja, maar wat maakt dat ik dat eigenlijk zo op die manier ga doen? Wat maakt dat ik zo in het leven sta? En dat kwam eigenlijk neer of voort vanuit het feit dat ik hier in dit leven en in vorige levens altijd het gevoel had dat ik er eigenlijk ook gewoon letterlijk alleen voor stond. Dat wanneer ik hulp nodig had, er niet iemand was die mij kon helpen.
Nu, vaak is het zo dat hulp er wel altijd is. Alleen is het niet altijd op de manier waarop dat je in je gedachten het hebt vormgegeven. Dat je denkt dat die oplossing of die hulp er moet zijn. En dat is ook daar is ook weer een manier waarop dat we ons via onze gedachten saboteren. Omdat we dan, als we maar denken dat er één oplossing maar is, of voor ons voelt er maar één oplossing die perfect is. Zeker als je, net zoals mij, ook hebt te dealen met perfectionisme en die controledrang vanuit het willen perfect zijn, vanuit het willen doen zoals je het ziet en voelt. Dat zijn zoveel verschillende overtuigingen en gedachten waarbij dat je jezelf constant saboteert. En dat is dat het leuke aan het groepstraject, dat we nu weer mee gestart zijn. En in eerste instantie werk ik meestal samen met tweelingvlammen, met lichtwerkers, maar ook met wakkere mensen. En waarmee bedoel ik daarmee? Dat zijn mensen die gaan beseffen dat ze op een keerpunt staan in hun leven. Die beseffen van oké, zoals dat nu gaat, zoals dat mijn leven nu verloopt, heb ik het gevoel dat eigenlijk maar een fractie van mijn leven leidt of van het leven ervaar van wat er eigenlijk ook mogelijk is. En ik wil meer. Ik voel dat er meer voor me weggelegd is. Ik voel dat ik voor meer voorbestemd ben. En dan is het hebben van een tribe, van mensen die eigenlijk doorheen dezelfde zaken gaan, die op dezelfde energie resoneren, trillen. En ik moet beginnen lachen omdat ik denk aan het wat we gezegd hadden op het einde van het groepsgesprek. Ging het erover dat eigenlijk we een bende van ellende waren. Maar dat is eigenlijk een soort wat sarcastische humor eigenlijk. Maar dus, er zijn zoveel verschillende aspecten waarin dat wanneer je voelt dat je mee resoneert, dat je ook met anderen die waarmee dat we eigenlijk samen zitten, die in dat traject zitten, die in de mastermindgroep ook dan nadien zitten, dat je voelt dat dat gewoon mensen zijn die je snappen. Je hebt niet veel woorden nodig. En de woorden die je gebruikt, zijn ze onmiddellijk op mee. Oh, waarom? Omdat die diepere communicatie van energie er ook is. Het gaat niet enkel over de woorden die we spreken, het gaat voornamelijk over onze energie. En dus als je alleen voelt in jouw proces, alsjeblieft, laat je dan bijstaan. Neem dan de stap om iemand aan te spreken. Dat mag mij zijn, dat mag iemand anders zijn, maakt niet uit. Zorg ervoor dat iemand is waar je je veilig bij voelt. Waar je voelt dat je gewoon open en eerlijk kan delen waar je doorheen gaat, wat je angsten zijn, wat je onzekerheden zijn, wat je blijft zeggen van ik snap het niet. Want ook dat is belangrijk. Zeker om door die blokkades van die mind te gaan, om door die valkuilen, om door die hele subtiele nuances te gaan, zodanig dat je in plaats van iemand bent die inderdaad het gevoel heeft dat die gedachten gewoon komen en gaan en dat je daar geen controle over hebt en dat die emoties daardoor op een negatieve, in een negatieve spiraal terechtkomen. Dat zijn allemaal dingen dat we leren. Zowel in het één op één met mij samenwerken kan je dat leren natuurlijk, maar voornamelijk ook in die groepen. Waarom? Omdat je dan ook die ervaringen kan horen van anderen die met mij samenwerken, van anderen die met die vlammen werken, van anderen die leren hoe dat is om zichzelf te leren kennen, om te gaan ontdekken wie dat ze zijn en eigenlijk om zichzelf te gaan realiseren. Want eigenlijk het traject naar zelfrealisatie, dat is het groepstraject, wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk gewoon dat je leert en ontdekt wie dat je echt bent. Zodanig dat je nog meer vanuit je ware essentie in het leven kan gaan staan. Dat je nog meer vanuit gewoon jezelf zijn, elke dag beter en beter worden in jezelf zijn. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik je leer. En wat ik nog steeds elke dag probeer te doen voor mezelf, naar mijn tweelingglam, naar mijn kinderen toe, eigenlijk naar iedereen om mij heen. Want het enige wat je nog tegenhoudt om echt die ware essentie met de wereld te delen, dat is gewoon omdat er die blinde vlekken nog zijn. Die schaduwkanten, wat je jezelf nog saboteert. En net zoals ik zeg, die mind is zoiets krachtig, zo'n krachtige tool. Maar als je een sterke mind hebt, zoals ik zelf en zoals een aantal van de meeste klanten, dan is de kans ook heel groot dat je jezelf constant saboteert door die sterke mind. Dus, en wat leer ik jou, zowel één op één en alles, en eigenlijk in alles wat ik doe, zelfs ook in het boek dat ik geschreven heb, dat gaan we constant die gedachten, die eigenlijk als ballonnen boven ons heen hangen, gaan we gaan doorprikken. En gaan we kijken van, oké, klopt dat nog? Is dat echt nog mijn waarheid? Of wil ik dat gaan veranderen? Zodat dat voor mij gaat gaan werken. Dus zodat ik mijn gedachten echt als een tool voor manifestatie kan gaan gebruiken, in plaats van iets dat ik constant gewoon maar onderga en als een tsunami over me heen komt. Dus
Door, als je dat wilt, kan je nog steeds intappen en beginnen met dat groepstraject. Je kan ook al onmiddellijk meedoen met de live sessies, dat kan natuurlijk perfect. Maar volgend jaar in april doen we dan opnieuw, in oktober opnieuw en zo gaan we verder. Waarom? Omdat we op die manier onze groep laten groeien en veel meer mensen kunnen laten meetappen of intappen of afstemmen op die flow van creatie en manifestatie, van humor en heel veel liefde en begrip en respectvol samen zijn. Want je blinde vlekken zie je gewoon zoveel sneller wanneer je een spiegel om je heen hebt. Dat is hetgeen wat ik voornamelijk doe. Dat is hetgeen wat ik werk. Waarom dat ik deze video's hier maak. De dingen, de producten dat ik maak. Alles wat ik creëer is samen met mijn gidsen. Zij zeggen mij wat ik moet delen. Dat is ook de reden waarom dat, de cursus training manifesteer met elementen. Ik had dat gepland om in september live te laten komen. Er komt zoveel nieuwe informatie bij dat ik gewoon nog niet klaar ben. Dus die gaat er zijn wanneer dat die er moest zijn. Ik hoop eind oktober. Maar mijn gidsen beginnen al onmiddellijk te lachen. Omdat ik het op die manier ook natuurlijk weer probeer te controleren. Maar ja, zwart, dingen zijn wanneer dat ze er moeten zijn. Dus ik hou je alvast op de hoogte als je ook daarvoor geïnteresseerd bent. Je kan hem al aanschaffen. En van zodra dat hij klaar is, dat hij online is, dan mail ik hem natuurlijk onmiddellijk naar je door. Want dat is eigenlijk zijn 7 hoofdstukken dat je gewoon op je eigen tempo en je eigen ruimte, eigen tijd kan doornemen. Je kan elk stuk afzonderlijk, je kan het als één geheel zien. Dus het is een zoveelzijdige training, wat ik eigenlijk ook al voorhand niet wist wat het er allemaal ging inkomen, maar ik sta versteld van de manier waarop mijn team en spirit weer samenwerkt. Het is fantastisch. En dat zijn ook dingen dat jij ook kan. En dat ik ook wil leren dat je inderdaad op die manier kan samenwerken met je gidsen en met je eigen energie om echt diamanten aan te trekken in je leven. En dan bedoel ik niet echt diamanten, maar diamanten en het zien van de diamant in elke kleine dingen die op je pad komen. Dus ik denk dat het wat is voor vandaag. Dus let en goed op in je gedachten. En besef dat je constant moet bewust zijn. En je moet eigenlijk constant wakker, letterlijk wakker zijn wanneer het gaat over je gedachten. Als er iemand iets zegt, iets een bericht stuurt, kijk dan hoe dat je reageert. Kijk dan wat er direct getriggerd wordt. Want er is, zeker nu wordt er heel veel heen en weer gegooid naar elkaar. En zit je eigenlijk op den duur gewoon vast in cyclussen en loops van actie en reactie, terwijl dat eigenlijk niks verder helpt. Dus neem even afstand, ga even achteruit, adelaars view, en kijk van bovenaf naar je leven, naar je gedachten, naar wat er gebeurt in je connecties en je relaties. En dan ga je zien dat alles zoveel smoother en zoveel gemakkelijker loopt, en dat je net zoals mij opstaat met een hele blijde blik, blije blik, brede lach, of whatever, wat dan ook. En dat wens ik jou natuurlijk ook. Weer heel veel liefde, heel veel verbinding met alles om je heen. En ik hoop je binnenkort te mogen ontmoeten in een van mijn producten of diensten of services of wat dan ook. Waar dat jij maar voelt mee resoneren en waar ik jou weer mee blij mee mag maken. Zo, dat was voor vandaag. Tot in de volgende. Dag!